We gaan door naar de volgende zaak. Deze man die u hier ziet, dat is Wico van Leeuwen. Hij wordt vermist. En meneer Strijbels, u kunt iets meer over hem vertellen. Ja, Wico van Leeuwen komt uit Borculo, dat is in de Achterhoek. Hij is 48 jaar oud en vader van twee zoons en een dochter. Hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. En in het verleden heeft hij geld verdiend door tuinonderhoud te doen. Nou, daar zocht hij ook geregeld klanten voor, bijvoorbeeld op Facebook. Wico van Leeuwen heeft geen makkelijk leven gehad. Nou moet je met volwassenen die verdwijnen altijd rekening mee houden dat iemand misschien niet gevonden wil worden. Maar u beschouwt dit inmiddels als een zorgwekkende vermissing. Ja, want tijdens ons onderzoek hebben we signalen gekregen dat hier mogelijk meer aan de hand was. Zo gaan we er bijvoorbeeld, houden we er rekening mee dat Wico door een misdrijf om het leven kan zijn gebracht. Nou, natuurlijk willen we alle scenario's openhouden totdat hij daadwerkelijk is gevonden. Zo heeft hij wel eens gezegd naar het buitenland te willen. Maar goed, als hij dat had gedaan, dan hadden we wel verwacht dat hij iets zou hebben laten weten. Kunt u ons even meenemen in de tijdlijn rond zijn verdwijning? Ja, er zijn een aantal dingen die we zeker weten. Kijk even mee, bijvoorbeeld op 10 mei plaatste hij dit Facebookbericht. Nou, dan is het 14 mei, dan is hij nog in de Enschedese wijk Wesselerbrink. En daar belt hij met de telefoon van een vriend, omdat zijn eigen telefoon kapot is. Nou, 2 dagen later, 16 mei, dan voert hij nog tuinonderhoud uit bij een vaste klant in Neede. En dan geeft hij aan een week later terug te komen om dat werk af te maken. Nou, en dan een dag later, dat is dinsdag 17 mei, ja, dat is de laatste dag dat hij in levende lijve is gezien. Hij is dan bij een kennis in Borculo en belt om 17:36, 6:06 dus, nog met haar telefoon. Na dat telefoongesprek is hij weggefietst. Hij zei zelf naar de Heerlijkheidsstraat. Nou, daar is hij vermoedelijk ook geweest. Maar wat er daarna is gebeurd, ja, dat weten we helaas niet. Nou begreep ik dat Wico wel vaker even van de radar was. Maar u denkt dus echt dat er meer aan de hand is? Ja, in juli is hij als vermist opgegeven. En eind augustus kwam er bij ons informatie binnen. Waarna we mogelijk rekening moesten gaan houden met een misdrijf. Nou, inmiddels werken we met een team van zo'n 20 rechercheurs aan deze zaak. 14 september is er onderzoek geweest in een woning aan de Pagendijk in Borculo. Daar zou hij namelijk hebben verbleven. 2 weken later, 28 september, hebben we een woning aan de Heerlijkheidsstraat in Borculo doorzocht. Want ook daar zou hij hebben gewoond. Dat was de laatste plek die bekend was. Nou, volgens buurtbewoners was dat huis een huis waar regelmatig ruzie is. Oeh, dat klinkt dan weer niet goed. 12 oktober is er ook weer een zoektocht geweest. Ja, dat kwam doordat we informatie kregen dat Wico om het leven zou zijn gebracht. Nou, op basis van die informatie hebben we het landelijk team onderwaterzoekingen ingeschakeld. Nou, ze hebben een vijver onderzocht aan de Borculoseweg in Eibergen. En dat is in de buurt van industrieterrein De Mors. Ondanks het onderzoek hebben we nog niets gevonden dat opheldert wat er met Wico is gebeurd. En daarom vanavond de hele nadrukkelijke oproep als mensen meer weten. Ja, help ons verder. We gaan ons best doen. De belangrijkste vraag voor u thuis. Wie heeft de 1,93 meter lange en wat slungelige Wico van Leeuwen na 17 mei, eind van de middag, nog gezien of gesproken of een teken van leven van hem gehad? Wie weet meer over de achtergrond van zijn verdwijning? Is er iemand bijvoorbeeld die iets weet over die buitenlandplannen? Wat heeft hij daarover gezegd? Kortom, wat kan er gebeurd zijn? Bel alsjeblieft direct 0800 60 70.